Sunzout. Remzout. Ja, wat hè. Een goeiemiddag. Het is mooi weer vandaag. Mooi weer vandaag. Ik zie er een beetje bleek uit. Maar volgens mij is niets minder waar. Ik denk dat het een beetje ligt aan de kleuren van de camera. Die weet ook niet zo goed wat dat nu allemaal moet doen. Want het is heel erg zonnig weer. We hebben plantjes geplant in onze tuin deze ochtend. Daar hebben we ons de hele ochtend mee bezig gehouden. Plantjes hier, mooi bloempje daar. En deze vind ik ook heel erg mooi eruit zien. Die moeten nog een beetje groeien, maar deze staat al mooi in bloei. En ook hieronder, ja, deze is natuurlijk een struik, die staat er altijd. Maar voor de rest daar staat ook nog een bloempotje. Hierachter een bloempotje. Daar bloempotjes tegen de muur. Daar eentje naast de keuken, daar zo dat potje. Met andere woorden, we zijn klaar voor een heel mooi seizoen. Dat het maar mooi weer mag worden. Vandaag nog eventjes niet open. Het geeft Jolien de tijd om even op een liggen bedje te liggen. Dat is alleen maar zijn voor eigenlijk een foto, want Ja. Dan gaan we even een foto maken. Ja. Hè? Foto is gemaakt en we zullen hem even laten zien. Als het goed is staat hij ook op ons Instagram account. Als je ons daar nog niet op volgt, eventjes doen. Jolien_Jenno. Wegens succes. Sinds de laatste keer dat ik zo alle abonnees nog, of alle laatste abonnees nog eens liet zien in beeld, hebben er heel veel bijgekregen. En ja, ik vermoed dat dat is omdat jullie ook eens in beeld willen gaan. Dus hier is jullie moment of fame. Wauw. Weer hele leuke namen die er tussen staan. Bedankt om te abonneren. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu eventjes. Het is gratis. En ja, je hoort bij onze familie dan, hè. Trouwens, als je abonneert, dan word je nog niet plat gespamd met iedere video die we online zetten. Dat gebeurt enkel wanneer je het belletje aandrukt. Dus wil je iedere dag eventjes herinnerd worden aan dat we een nieuwe video hebben gepost, dan druk je eventjes het belletje aan. En het is trouwens toch voor andere dingen gemakkelijk. Als we het live gaan, dan komt dat ook eventjes in je pushmeldingen. Of, ik weet niet, als we een heel belangrijke nieuwe extra bonusvideo online zetten, dan komt dat er ook zo in jouw meldingen. Dus zet dat belletje aan als je dat nog niet zou gedaan hebben. En zo net kwam hier ook nog een transport met mijn tafels. Kijk eens aan. Allee, onze tafels, die van Julien en mij. We hebben eigenlijk de terrastafels van ons koffie- en theehuisje, moet ik zeggen. Kijk, ik heb ze er even al opgelegd zo, voor de show. Zo gaan ze eruit zien, deze tafelbladen. Ze voelen heel goed aan. Goed dik ook. En afwasbaar, die hebben we besteld omdat we toch de tafeltjes die we hadden, ik zal even laten zien. Toen we in het begin open gingen, waren deze heel charmant. Maar ik moet zeggen, ze zijn ten eerste veel te dun. Heel onstabiel, heel wikkelwaggel. Het was leuk om mee op te starten, maar we hadden echt nood aan goede stevige tafels. En deze, die zijn het ze. Hier kunnen wij een heel goed ontbijt op geven, serveren, zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over dat ze ineenvallen, bij wijze van spreken. Meer zelf, ik zit er zelf aan te denken, ik denk om ze in de winter binnen te pakken. En dan kunnen die dienen als twee persoonstafeltjes, voor de zaak binnen natuurlijk. En vanaf wanneer dat het corona gerelateerd toegelaten is, want nu mogen er sowieso maar weinig mensen binnen zitten. Maar dit zijn dus wel ideale tweepersoonstafels natuurlijk. Daar is niet eens te hard over nagedacht. Dus mijn taakje nu nog voor vandaag is de tafels van vandaar naar binnen halen, zodat het daar niet meer in de weg staat. En als het dan nog licht is, want dat is natuurlijk wel een beetje belangrijk om die in elkaar te zetten, als het nog licht is, die dan ook nog eens in elkaar zetten. Klaar. Hey, wat vind je ervan? Ik vind het wel mooi hoor. Ja, hè? Ja. Ook een veel dikker tafelblad, zei ik net ook al. Het ziet er goed uit. Ja. Maar ja, het klusje is nog niet geklaard hoor. Dat is natuurlijk wat nadeel aan die horecatafels. Die tafelbladen die komen los. Die tafelpoten komen los. En dan nog die stelen. Om het te verbinden aan elkaar komt ook los. Dus, ik heb nog wel een jobje. Ja. En het zal nog voor vandaag moeten zijn, want morgen zijn we open. En dan willen we die tafels hier staan hebben. Ja. Dus ik ga er hier mogen gaan invliegen. Hè. We zijn nog heel eventjes nog tussendoor nog een keer weg moeten gaan door nog een paar toffe foto's naar te maken. En we hebben een beetje wat pech, want als je nu buiten kijkt, het is niet zo heel erg mooi weer meer. Dus Jenno zit hier nu
in de veranda om onze tafels in elkaar te zetten in plaats van buiten. Ja. Het ziet er ook niet heel gemakkelijk uit eigenlijk. Lukt het? Ja hoor. Oké. Okay. Hier heb je ook nog de wijsjes, die heb ik net nog gevonden. Dankjewel. Het is intussen tijd weer avond geworden. Het is nu bijna 11 uur 's avonds zelfs. En ik moet zeggen, ik heb net eventjes nog wat aan het koken geweest. Ik heb ook nog televisie aan het kijken geweest. Maar mijn ja, energieniveau is echt zo slecht. Ik ben echt stik kapot. Echt veel te veel weer al gedaan vandaag. En ik merk gewoon, als ik iets doe, dan moet ik daarna weer rusten. Ik kan echt niet zo constant dingen achter elkaar doen. Dus nu eventjes genieten van mijn avond. Eventjes rustig aandoen. Maar ik ben hier momenteel nog alleen hierboven. Want als ik doorheen het raam kijk. Even openen. Zo. Kijk, dan kunnen we kijken naar onze veranda. En dan zie je dat Jeno daar nu nog altijd bezig is om tafels in elkaar te zetten. Allemaal terrastafels klaar te maken voor morgen. Ik zou er zelf de energie niet meer voor kunnen opbrengen om 11 uur 's avonds. Maar Jeno is er echt al een paar uur al aan bezig. En ik moet wel zeggen, echt waar, doe eens eventjes een duimpje omhoog voor de gedrevenheid van Jeno. Ik vind dat echt gewoon fantastisch. Ik vind echt een hele mooie eigenschap ook van hem. Als hij ergens aan begint, dan wil hij gewoon doorzetten tot het weet als het gewoon af is. Vind ik zelf heel fijn. En ik ben zelf ook heel erg benieuwd om ook onze salontafels, je ziet hoe moe ik ben, om dus onze terrastafels morgen te kunnen bewonderen. Nu is het toch ook al veel te donker. Dus ik kijk er gewoon naar uit om morgen gewoon te kunnen opstaan en naar beneden gaan en kunnen kijken naar hoe dat dus al onze terrastafels eruit gaan zien. Het lijkt een beetje zo, een beetje wat een Sinterklaas gevoel zo. Weet je, ik kijk er zo naar uit om de volgende ochtend beneden zo te komen en te kijken wat dat Sinterklaas en Zwarte Piet voor jou hebben achtergelaten als cadeautjes. Wel, zo voel ik mij momenteel ook. Ik kijk echt heel erg naar uit om onze nieuwe terrastafels morgen vroeg te kunnen bewonderen. En voor nu gaan wij een beetje naar een bedje hier liggen, zie. Al een beetje wat rusten. Baby was vanmorgen super actief. Maar nu, sinds de avond, is hij al een beetje gaan slapen, denk ik. Ik begrijp het ook al, want ik ben zelf ook echt heel moe. En dan is hij ook moe, hè. Ja. Als ik klap tegenwoordig, eigenlijk is het een lang pyjama shirt met dan een maatje in de legging onder. Maar dus die legging die duwt dus eigenlijk te hard aan mijn buik en zo. Dus ik heb besloten om gewoon een beetje als een ponnetje zo te dragen. Dat voelt mij ook het beste. Maar voor nu, ik kan nog een beetje hier zitten wachten op Jeno. Het is nu 11:05. En ik hoop dat hij bijna ook klaar gaat zijn. En dan kan hij ook mee een bedje kruipen. Want morgen hebben we een nieuwe werkendag bij Gioti, ons koffie-nastiaasje. Ik kijk daar ook nog wel naar uit om weer terug open te kunnen gaan. Ik hoop alleen maar dat het droog weer gaat zijn. Want als het weer gaat regenen, dan gaan we weer niemand weer niet zien. En dat is ook wel heel jammer. En zeker ook, wat hij nog dus zoveel moeite heeft eigenlijk gedaan, ook voor onze terrastafels nog eigenlijk klaar te maken. Dus ik hoop alsjeblieft dat we weer gewoon als goedgezind zijn. En dan zullen we waarschijnlijk toch nog wel volk zien. Maar dat zie je in de video van morgen. Wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe vlog. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.